Oké, welkom terug voor de laatste keer aan de stamtafel bij Next in Almelo. Waarin we nog even gaan praten en gaan luisteren ook nog naar een hele interessante band, denk ik zelf. Midnight Motel. Een band die stevige gitaarrock maakt, heel simpel gezegd. En we gaan eerst vragen waar die liefde voor de gitaren, voor de elektrische gitaar nou precies vandaan komt. Nou, zeg het maar, waar komt die liefde voor die gitaar vandaan? Nou, we zijn denk ik allemaal in de puberteit opgegroeid met jaren 80 bands als Metallica, Guns N' Roses, Skid Row en Steelheart. En ja, eigenlijk... Stevige muziek. Inderdaad, vanaf dat moment hadden wij het idee van, de gitaarsolo's, dat is onmisbaar in muziek. Maar je zegt wij, dan spreek je ook namens de andere bandleden. Jullie kenden elkaar toen al? Ja, dit is mijn broertje. Wij zijn samen, hebben eigenlijk alle rockmuziek zeg maar een beetje ontdekt en ja. Hebben dat aan elkaar uitgewisseld. En daar kwam het plan van hoe wij eigenlijk muziek willen horen. Nou ja, en uiteindelijk vonden we Mark als bassist en die sloot zich daar nadeloos aan. Maar wanneer is dat moment daar dat jullie dachten van, hé, dit willen wij ook? Vanaf 12e denk ik. En Gijs die begon met zijn elektrische gitaarspel. Ja. En die had zoiets van, ik moet dit kunnen. Ik moet Inky Malmsteen kunnen. Ik wil Slash, ik wil alles. Ja. Maar is dat iets van dat je, als het ware je droom, ik wil gitaarheld worden, rockheld? Speelt daar een rol? Ik weet niet of je me heel goed kan gitaarheld hoeft niet te worden. Ik heb anders misschien die microfoon even. Gitaarheld hoef ik niet echt te worden, het is alleen... Maar je hebt wel de looks van een gitaarheld, hè? Nou, dat is in ieder geval een mooi compliment. Maar een dikke gitaarsolo vind ik zelf het mooiste wat er is. En moet wel in het nummer passen, maar daar ga ik voor. En of het nou een gitaarheld is of niet, het gaat mij om de solo. En hebben jullie gitaarhelden? We zeggen, dat vind ik wel zo'n coole gitarist. Ja. Noem ze maar ik op, weet niet, toen ik 14 was, was ik fan van Yngwie Malmsteen. Zweedse gitaarheld. Ja, gitaargod eigenlijk wel. Zo. En Slash, maar dat is niet echt een held, maar eigenlijk ook wel. Het is wel een held. Ja. En je lijkt ook wel op Yngwie Malmsteen, hè? Dat zeggen mensen natuurlijk vaak. Nou, dat heb ik nog niet eerder gehoord. Nee? Maar nee. Daar geloof ik niks van. Nee. Maar dus alle gitaristen uit de jaren 80 en daarvoor ook bluesgitaristen en weet ik wat. Ja. Gewoon allemaal die goed konden spelen, dat wat die met een gitaar kunnen, dat wil ik ook kunnen. Maar je zit nu jullie hebben nu je eigen band. En dat is iets wat jullie ook nastreven. Ook die sound van de jaren 80. We zullen natuurlijk zeggen, we willen onze eigen draai eraan geven. Ja, het is denk ik de mix van toch wel moderne muziek, maar wel rauw. En de knipoog na de jaren 80 met toch de solo's en die toch vandaag de dag een beetje uit zijn. Ja. Proberen wij wel weer erin te krijgen. Oké, dus, nou we gaan even een proeven van bekwaamheid afnemen zou ik haast zeggen. Laat één nummer horen. Wat gaat het worden trouwens? Het wordt Get Out. Die hebben we vanavond niet live gespeeld, dus dat wordt akoestisch. Nou, succes. Oh,
party all the night. Girls dancing, disco lights. You gotta let it all behind till dawn. Till dawn. Wanna get out of this terrible place, making things going my way. No, it can't be stopped, 'cause I'm about to rock. Ready to get the hell out of it. Should I care anymore? Will it be alright? Go crazy for one night. I need this before I go way out of line. Take a leap of faith. I'm going out. Get out and live your life. Pick up the bad boy of the night. Let it all behind till dawn. You gotta party all the night. Girls dancing, disco lights. Let it all behind till dawn. Till dawn. Get out and live your life. Pick on the bad boy of the night. You gotta let it all behind till dawn. Get out and live your life. Pick on the bad boy of the night. Let it all behind till dawn. You gotta party all the night. Girls dancing, disco lights. Let it all behind till dawn. Get out. Helemaal niet verkeerd, hè? Zo. Hey, afgelopen jaar hebben jullie een album uitgebracht. Yes. Met de opvallende naam Taste of Life. Van waar die titel? Ja, dat is eigenlijk de titelsong van een nummer van het album. Taste of Life. En het gaat over van proeven leven. En zo staan we er denk ik allemaal met de band in. Ja. Van, ja, je kan je meegaan met de dagelijkse sleur. Maar je kan ook eigenlijk elke dag een feest bouwen. Ja. En de tent op zijn stel te zetten. En ik denk dat het laatste eigenlijk wel het beste bij ons past. Maar ik heb het album hier liggen op tafel. Daar zie ik een grote gier staat ervoor op. Ik denk, ja, waarom een gier? Ja, daar is eigenlijk goed over nagedacht. Een gier kan namelijk niet van het leven proeven. Die proeft alleen dood. Dus het is eigenlijk een gedachte van... Maakt niet uit wat je doet, zeg maar. Ja. Je kan ook alleen de dood proeven, maar proeven leven. Weet je, je hebt altijd keuzes. Ja. En daar gaat het eigenlijk om. En welke keuze maken jullie? Rock'n'roll. Kijk, heel goed. Jullie hebben volgens mij vrij veel gespeeld. Ook in 2013, zeg eens, gemiddeld 2-3 keer in de maand. Ja. Jullie bestaan weliswaar al wel wat langer, hè, maar... Is er nog iets waar jullie geleerd hebben het afgelopen jaar? Dat je, ah, die optredens, we gaan het, dat je leert op een andere manier op de planken te staan. Ja, ik denk wat we geleerd hebben is dat we altijd nieuwe doelen stellen. En je kan wel tevreden zijn met wat we neerzetten, maar eigenlijk moet je jezelf blijven ontwikkelen op elk vlak. Zowel de muziek als de podiumkwaliteit, de show, zeg maar. En op elk vlak. En we willen ons eigenlijk richten op elk punt in de rockmuziek wat er is. En maar heb je bijvoorbeeld geleerd, nou, welke punten moet je echt aan werken? Omdat je ontdekt, we doen iets wat niet werkt, bijvoorbeeld. De mensen blijven staan kijken van, ja, het zal wel. Terwijl je denkt, hé, daar moeten we iets aan gaan doen.
Ja, dan heb je denk ik over de nummers zelf en over de interactie met de muziek en met het publiek. Ja. Ja. We zoeken niet altijd de interactie over. Het gaat om de boodschap van het liedje. En als het liedje de ruimte biedt om de interactie op te zoeken met het publiek, dan doen we dat. Oké. Okay. Ja. Je blijft wel heel erg trouw aan wat je wilt overbrengen. Ja. En als iemand het nou mooi vindt of niet, nou ja, als iemand het mooi vindt, mooi. En zo niet, jammer dan. Ja, eigenlijk wel. Ja, we proberen zo dicht mogelijk bij onszelf te staan, wat we willen. Ja. En we hebben een band met 4 personen. We hebben een visie, een gedachte en dezelfde muziekstijl eigenlijk. Dus we passen alles in en aan om die visie uit te stralen. En inderdaad, spelen rock en daar doen we het voor. Ja. Hey, en even kijken hoor. Heb je in die muziek die jullie maken, zit daar een rode draad in? Ik denk, nou ja, dat zijn dingen die altijd weer terugkomen. Ja, de gitaarsolo's natuurlijk, maar bijvoorbeeld textueel? Nee, eigenlijk niet. Het kan overal overgaan. Inderdaad. Ene moment dan ben je uit eten en dan schiet je iets binnen. De andere keer dan, even grof, rock'n'roll, zit je op het toilet. En dan denk je, oh, ik heb een pen en papier nodig. Ja, ja. En nee, eigenlijk, we hebben 5000 ideeën, maar elke keer is er maar eentje die we uitwerken. Eigenlijk van, van daar voelen we ons goed bij, dat gaan we doen. En dat kan op elk moment van de dag geschreven zijn, maar het kan ook een half jaar duren voordat er een nummer uit rolt. Schrijft iedereen bij jullie of is het een jij bepaalt wat er gebeurt? Of is het iets wat iedereen even grote inbrengingen heeft? Meestal hebben Gijs en ik, wij schrijven de basis. En dat is, wat is dat, de basis? De basis is een akkoordenschema eigenlijk. Okay. Een riff waarvan je denkt van dit wordt een nieuw nummer. Daar kun je iets mee. Ja. Inderdaad. En dan uiteindelijk wordt daar de zanglijn over geschreven. Van die heb je of die heb je niet. En dan dragen we het eigenlijk aan de rest voor. En dan hebben we zoiets van we maken met z'n vieren er een geheel aan. Oké. Okay. En de inbreng van de drummer en de bassist, die kunnen ook eigen nummers inbrengen of is dat... Dat kan. Het komt alleen niet vaak voor. Oké. Okay. Nee, nog even over het album. Is, dacht ik, in mei uitgekomen. Die is in mei uitgekomen, ja. Dus we zitten al een tijdje verder. Wat zijn de reacties? Heb je daar reacties op gekregen? Recensies? De reactie is dat we live eigenlijk veel energieker zijn dan op de plaat. Ja. Maar het verschil moet er denk ik ook wel wezen. Ja. Een plaat anders dan live gebeuren. Ja. Verdere reacties, we hebben alleen maar goede reacties over het algemeen gehad. Af en toe de reactie misschien iets te glad, afgemixt. Ja. Maar het heeft ons wel op hele geweldige podia gebracht. Ja, zoals, waar ben je geweest? Supermarkt Den Haag. Nou, dat was wel een podium waar we met z'n allen wilden staan. Ja. En Naxx, Almelo natuurlijk. Attack, Enschede en... En we staan eigenlijk voor over een half jaar staan we alweer geboekt voor andere grote podia als Alstad, Eindhoven, noem maar op. Dus dat gaat de goede kant op. Het gaat de goede kant op. Nou, laat nog een nummer horen. Succes. Oh, welk nummer gaat het worden? Battled Habit. Tuurlijk. Hanging on to a rollercoaster when I fade into the night. Always looking for more of the cheaters when the cops are out of sight. It's a bad old habit, but it's so damn good and it kills the time. I don't care where I may roam, cause I know I'll be alright. Clock's tick-tack-ticking and we know life's short, you're right. But when it comes to sex, drugs, rock and roll, come on back, it's all just part of life. I can tell you it's good, it's fun, it's cool, it's nice, and it's definitely worth it. So alive.
never felt so fucking right, 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 right. Never felt so fucking right, right. Clock's tick tack ticking and we know life's short, short, right. When it comes to sex, rock, rock, roll, don't look back, cause it's all just part of life. I can tell you it's good, it's fun, it's cool, it's nice. Seven may be worth a fight, maybe a bad or whatever, but I never felt so alive. Dat kwam er nog aardig uit, nadat jullie al hebben opgetreden natuurlijk. Ja, inderdaad, hè? Ja. Hey, even een gekke overgang, maar misschien iets wat veel mensen zich toch wel afvragen. Hè? Zo'n heel album van een band die natuurlijk nog geen miljoenen verkoop heeft. Hoe betalen jullie dat? Ja. Heb je daarvoor gespaard? Is er een potje voor? We zijn al 5 jaar bij elkaar en eigenlijk al het geld wat we verdienen, dat gaat in de pot. En daarnaast hebben we eigenlijk ook zoiets van, willen we wat, dan is investeren. Ook investeren in naamsbekendheid. Dus we zijn eigenlijk ook altijd aan het sparen voor de band, zodat we weer nieuwe dingen kunnen doen. Ja, maar hoe bedoel je dat? Nieuwe dingen kunnen doen? Nieuwe dingen, de nieuwe CD. Dat je nieuwe snaren moet kopen en een nieuwe drumstokken, maar... Ja, nee, een nieuwe videoclip, een nieuwe plaat, de afmixer, alles wat erbij komt kijken. Zo. Ja. De bandbus inderdaad, er zijn genoeg dingen waar we in kunnen investeren. Ja. En, maar als jullie, dat klinkt alsof jullie echt heel erg serieus aan de weg timmeren. Dat willen we graag, van, misschien kunnen we er ooit wat mee verdienen. Ja. Het is wel de droom inderdaad, ja. Ja, we willen graag. En, we zijn ermee bezig, zo gezegd. Ja, op elke front investeren. Zijn er dan... Zijn er wel eens mensen uit je omgeving die zeggen, joh, hou daar even mee op met die flauwekul, ga een baan zoeken en... Onze vriendinnen, denk ik. Onze ouders en onze vrienden misschien. Nee, over het algemeen, iedereen die gelooft, denk ik, in wat we doen. Ja. En ze weten dat we er heel veel plezier uithalen en dat we het heel erg naar ons zin hebben met de band. En dat we ook de band nodig hebben om plezier te kunnen maken. Ja. Heb je het gevoel dat er nog stappen te maken zijn? In 2014 bijvoorbeeld? Ja. Okay. Meer festivals, grote podia. We willen alles doen wat we kunnen doen. Dus jullie zijn op zoek, jullie jagen je eigen droom naar, zou ik maar zeggen. We jagen alles naar, Wat ooit begonnen is als kleine jongens... inderdaad, In de band zijn geraakt van die elektrische gitaar. Ja, we jagen naar, inderdaad. Nou, we wensen jullie hartstikke veel succes bij. Heel erg bedankt. Ja, jullie bedankt. En, ook bedankt voor jullie nummers. Ja. En succes. Jullie bedankt voor vanavond. Iedereen bedankt. We gaan hier afsluiten. Dit was het laatste gesprek voor vanavond. Maar het is bij Next nog eventjes bal. Want we gaan nog naar een uitsmijter. Texas Radio, mag ik wel zeggen, speelt nog op het grote podium. En dat gaan we zo allemaal nog even meebeleven. Bedankt voor het kijken naar deze gesprekjes. En... allemaal op naar Texas Radio.